Oké, guys. Zaterdag, weekend. We gaan een lekkere workout doen vandaag. We beginnen weer met een stukje kracht. Dus we doen veel strength en workouts. Vandaag gaan we 3 sets voor kwaliteit van beweging doen. Dat betekent dat we gewoon de tijd nemen om alle oefeningen goed uit te voeren. Dat je niet per se alles zo snel moet doen als je kan. We beginnen zo meteen met 10 bend over rows, maar dan de supinated versie. Ga ik straks uitleggen wat het is. Vervolgens doen we 10 push-ups of deficit push-ups als jij heel goed bent in push-ups. En we eindigen met 30 alternating V-ups. De bedoeling van een kwaliteitsset is, jongens, dat we nogmaals de tijd nemen. Dus merk jij tijdens een van de bewegingen dat dat je niet meer kan, of dat je kracht verliest, of dat je je spanning niet meer goed vast kan houden. Neem even je rust voor je set helemaal afmaakt. Ja, je hoeft niet kost wat het kost die 10 band over rows te doen. Voer ze goed uit. Ja, neem de tijd voor deze 3 sets voor kwaliteit. Hebben we dat gedaan? Gaan we naar de workout. En dat is een voor tijd workout. Dat betekent dat we hem zo snel als we kunnen af moeten maken. Beginnend met 25 bend over rows. Kan met een dumbbell, kan met een kettlebell, kan met een backpack. Afhankelijk wat jij aan gewicht hebt, zorg ervoor dat je gewoon lekker een beetje uitdagend gewicht hebt. Heb je 25 bend over rows gedaan, gaan we naar 15 burpees. Dus gaat de hartslag lekker omhoog. En we eindigen met 20 kettlebell swings. Kan ook een object swing zijn. We gaan een swing maken met een beetje gewicht. Heb je die 20 herhalingen gedaan, gaan we naar 20 bend over rows. Dus die gaan naar beneden. Maar de burpees die gaan een aantal omhoog. Dus in plaats van 15 gaan we nu 20 burpees doen. En we eindigen weer met 20 swings. Vervolgens 15 bend over rows, 25 burpees. En wederom finishen we met 20 swings. Ja, dus lekker een beukworkoutje. Maar voor we daaraan gaan beginnen, gaan we even lekker opwarmen. Wat we doen. E-mom style, warming up. Voor 6 minuten. We hebben 3 oefeningen. Dat betekent dat we dus 2 rondes eigenlijk gaan doen. In de eerste minuut beginnen we zo meteen met gelijk een pittige. 45 seconden lang ga je tuck jumps maken. Dus wat je doet, vanuit staande positie komen we nu explosief omhoog. Oh, wacht even hoor, ik heb wel op een kort gedrukt. Jawel. We hebben gewoon op opname gedrukt, jongens. Komt allemaal goed. iemand van 6 minuten nogmaals. Eerste minuut, tuck jumps. Staande positie, knieën richting de borst. Zorg dat je mooi explosief bent. Je hoeft er niet zoveel te doen als je kan in die minuut. Of 45 seconden in dit geval. Maar zorg ervoor dat je gewoon goed explosief blijft in die beweging. Yes? Heb je 15 seconden rust en dan gaan we vervolgens naar bend over rows. Als je een enkel object hebt, zoals chest strap, een dumbbell of een kettlebell, pak je gewoon aan beide koppen vast. Je komt mooi in een good morning positie, dus knieën liggen van het slot. Je komt mooi voorover en zorg ervoor dat je een rechte rug houdt. Ja? Wat we vaak zien wat fout is, dat mensen te ver rechtop blijven staan. Dus die komen heel erg omhoog. Dit willen we niet zien. We willen echt dat je mooi voorover komt met je bovenlichaam en spanning in die hamstring zoekt. Vanuit hier trek je het gewicht richting de borst. Hou heel even die spanning bovenin vast, die schouderbladen goed naar elkaar toe knijpt. En vervolgens laat je hem weer gecontroleerd teruggaan. Hier ga je 45 seconden gewoon op een relaxed tempo het gewicht richting de borst trekken. Yes? Heb je weer 15 seconden rust. En vervolgens gaan we naar single arm dumbbell swings, single arm kettlebell swings, single arm object swings, wat jij toevallig hebt. Met een enkele arm ga jij het gewicht tot ooghoogte brengen. In ronde 1 kies je voor om het met links te doen. Als je straks weer terugkomt in de tweede ronde, ga je naar de andere hand. Yes? Dus die volle 45 seconden doe je met 1 hand. Yes? Tweede ronde pak je dus op de andere hand. 6 minuten lang, 45 seconden per minuut. Zet een klokje van 6 minuten aan, jongens. En dan zien we jullie zo terug voor het strength gedeelte. Oké, 3 sets voor kwaliteit, jongens. Het strength gedeelte. En we focussen ons met name op het kwaliteit gedeelte. Dat betekent dus, snelheid is niet nodig. We willen goede uitvoering van de beweging. Zoals ik zei, we gaan niet normale bend over rows doen, maar we noemen het supinated bend over rows. Dat betekent dat de grip die wij gaan gebruiken voor onze bend over rows nu anders is. Normaal mogen we hem gewoon zo vastpakken, maar nu moeten we hem andersom doen. Dus onze schouders draaien ook mee, waardoor we dus een andere belasting in die bend over row krijgen.
Heb je twee dumbbells? Ga je dezelfde manier klaarstaan, maar zoals Chester nu zijn handen plaatst. Op die manier gaan we nu de rows doen. Je zult merken dat je één die dumbbells wat meer richting de heupen trekt in plaats van de borst. En je dus een net iets andere belasting bij die schouderbladen gaat voelen. Ook hier weer, goed die ellebogen langs je lichaam houden. Zorg dat je bovenin goed die schouderbladen aanspant. En dan ga je 10 mooie gecontroleerde supinated bend over rows doen. Heb je nou een gek object wat enkel is, dus een backpack of een enkele dumbbell, kan je uiteraard nog steeds gewoon supinated bend over row doen. Pak je hem zo op die manier aan de onderkant vast. Zal misschien een beetje gek voelen. Maar ook op deze manier kan je net weer die andere belasting in die schouders gaan voelen. Heb je er 10 van gedaan? Gaan we naar push-ups. Ben je nou heel goed in push-ups? Kan je ervoor kiezen om een deficit te doen? Vanaf de grond, als een plank, duw jezelf naar de grond toe. Borst raakt de grond even aan. Heupen blijven van de vloer en je duwt jezelf weer omhoog. Is dit nou te makkelijk voor je? Kan je dit 10 makkelijk doen? Daag jezelf een beetje uit. Zorg voor een verhogingtje. Het kunnen een stapel boeken zijn of weet ik veel wat. En vanuit hier gaan we nog steeds met de borst richting de grond. Moeten we dus meer diepte opzoeken. Wordt die push-up dus wat zwaarder van. Yes? Is het nou gewoon te zwaar, normale push-up? Ga gewoon lekker naar die knieën toe. Zorg dat je hierin mooi die heup gestrekt houdt. En ook 10 mooie push-ups uitvoert. Heb je de 10 push-ups gedaan, gaan we naar de alternating V-ups. Ga je liggen op de grond. En alternating betekent dat we steeds maar één been omhoog moeten brengen. Het is ietsje makkelijker dan een V-up met beide benen omhoog. Je probeert in een holle positie te starten. En vanuit hier ga je nu om en om je been omhoog brengen. Zorg ervoor dat je je been mooi gestrekt houdt. En zoals Chester heel mooi doet, is tenen ook helemaal lang maken. Dat hij ook meteen heel veel spanning in zijn been creëert. 1. Met spanning wordt het makkelijker om in die vier te komen. En 2. Dit is ook de manier hoe we willen doen. En je zult merken, hoe meer je deze spanning vast kan houden, hoe beter je uiteindelijk ook in je genetics gaat worden. Yes? Is het nou te zwaar om die vier te doen? Kunnen we naar een alternating tuck-up gaan? In plaats van je benen helemaal omhoog te brengen, trek je gewoon steeds een knie richting de borst. Het is iets makkelijker, maar op die manier kan je wel 30 herhalingen in totaal, 15 per been doen. Heb je 1 set gehad, pak je 1,5 minuut rust. En zorg dat je goed die rust ook even pakt. Dat zorgt er namelijk voor dat we in die volgende ronde gewoon weer met kwaliteit kunnen gaan bewegen. Ja? Succes jongens, zet hem op en we zien jullie zo bij de workout. Oké, guys, lekker gewerkt. Voor de workout. Het is een voortijd workout, oftewel we willen hem zo snel mogelijk doen als we kunnen. We beginnen met de bend over row. In plaats van die supinated die we net deden, gaan we nu weer naar de normale bend over row. Dus je houdt je handen gewoon weer in een normale neutrale positie. Heb je 2 dumbbells, doe hem lekker met 2 dumbbells. Voor de volgende doen we nog even een keertje voor. Ook hier, ondanks dat het een voortijd workout is, willen we nu niet gaan rammen met die dumbbells. Dus dit willen we niet zien. We willen wel een beetje spanning houden en zorgen dat je die full range of motion hebt. Yes? 25 stuks. Heb je die gedaan? Leg je dumbbells op de grond of je object op de grond. Gaan we naar de burpee. 15 burpees op een lekker tempo. Borst gaat helemaal naar de grond. En zorg dat je bovenin mooi even uitstrekt met die heupen. Yes? Dan na die 15 burpees doen we 20 swings. Afhankelijk wat voor object jij hebt, kies je welk swing je wilt doen. Heb je een enkel object of een backpack, is het wat lastiger om helemaal boven het hoofd te gaan. In dit geval kan Chester wel met beide handen doen. Maar je kiest er dus voor, oftewel tot ooghoogte, of je kiest ervoor om hem helemaal boven het hoofd te brengen. Hierin heb je zelf de keuze waar jij je vandaag prettig bij voelt. Belangrijk is dat we goed vanuit die heupen werken en een krachtige swing maken. Yes? Heb je 2 dumbbells, kan het ook uiteraard met 2 dumbbells. Ja, goed. Zorg ervoor dat je goed die core spanning houdt, dat je voorover komt. Dat je niet te veel in die rug gaat hangen. Na 20 kettlebell swings gaan we weer naar boven. 20 bend over rows, 20 burpees en 20 swings. En we eindigen met 15 bend over rows, 25 burpees en wederom 20 swings. Yes? Zet hem op jongens. Probeer lekker hard te gaan, maar blijf bij die bend over rows. Wel lekker voor kwaliteit bewegen. Yes? Succes jongens. Oké.
Lekker. Voor tijd word je is altijd goed om jezelf lekker te pushen. Goed gedaan, jongens. Als jullie lekker een beetje bij zijn gekomen, gaan we nog even wat mobiliteit doen. Puur om even de hartslag omlaag te brengen en puur en ook even de les lekker af te sluiten. Wat je gaat doen, je mogen in een brede stand gaan staan op de voeten. Vanuit hier ga je nu gewoon gecontroleerd voorover buigen. Je mag je rug gewoon lekker bollen. Probeer zo diep te gaan als jouw lichaam je kan brengen. En je zal als het goed is nu een stretch gevoelen aan de binnenkant van de bovenbenen. Een beetje in die rug. Je kan als chest in je handen op deze manier over elkaar doen. Je kan ze op de grond laten rusten. Om een beetje ondersteuning te geven. Dit hou je 1 minuut vast. Yes? Probeer gewoon te kijken waar je lichaam je brengt. Heb je dat gedaan? Mag je op de billen gaan zitten? Dan houden we 1 been gestrekt. En met het andere been breng je de voet aan de binnenkant van de bovenbenen. Vanuit hier ga je nu met je bovenlichaam richting het gestrekte been. Probeer zo ver mogelijk naar je voet te komen. Ook hier mag je gewoon weer een gebogen onderrug hebben. Probeer gewoon lekker die stretch op te zoeken. Heb je deze minuutje gehad, switch je naar de andere kant. Dus dan kom je rustig uit de positie. Ga je naar de andere kant toe, pak je ook die lekker een minuut mee. En dan gaan we naar de laatste, jongens. Mag je plat op je buik gaan liggen. Plaats je armen gestrekt naast je, als een kruis. En vanuit hier ga je nu, als je links of rechts kiest, maakt niet zoveel uit. Kies je je linkerbeen. Dan ga je naar de rechterkant toe. Draai jezelf helemaal open. En probeer hier de kant waar je opdraait, schouder mooi op de grond te houden. Dat je een stretch gaat voelen in de borstspier. En je zult ook als goed is een stretch lekker in die onderrug gaan voelen. Dus pak je 1 minuutje vast aan één kant. En vervolgens draai hem rustig naar de andere kant. Voel je nou niet zo heel veel stretch aan deze kant, kan je met je vrije hand iets in de grond duwen om jezelf wat meer in die grond te krijgen en daardoor wat meer stretch. Jess, laat het nog even zien. Duw een klein beetje in de grond. Maar voorkom dat die schouder dus van de grond afgaat. Beide kanten een minuut. En dan zitten we lekker op voor de vandaag. Kan het weekend lekker beginnen. Misschien duurt het zaterdagavond. Heb je al een deel van je weekend gehad. Maar in ieder geval, leuk dat jullie weer waren, jongens. En tot morgen hopelijk. Doei doei!